Deze Czech gaat net zoals in de halve finale en in de kwalificaties enorm snel vooruit met een nieuwe prototype van de klimmer, lang en gerekt. Hij raakt overal makkelijk bij en om je maar een idee te geven van het talent dat deze kerel bezit. Op zijn 13, ik herhaal het, op zijn 13 kon hij al 9A plus, iets wat weggelegd is voor maar een paar klimmers in de wereld. Hij deed het op zijn 13, alsjeblieft, ga daar maar tegenaan staan. Maar goed, dat geeft hem nog geen garantie om hier te winnen. Moet dus verder raken dan wat hier moest op jou gaan. En daar was het nog heel even kloos. Houdt zich net op tijd recht. Ondra is only 16 years old now. Living in Brno, Czech. And this young man is standing second in the world ranking, just after Pachi or Patki Zubiaga. But he's leading in the World Cup, that's for sure. Standing first in the World Cup 2009 after victories at Barcelona. Je hoort het. Patki Zubiaga heeft een heel goed seizoen achter de rug, maar deze man heeft een fantastisch seizoen achter de rug. Won dus al in Eemst en in Barcelona de wereldbekers en won ook het jeugdkampioenschap in Valence in Frankrijk eind augustus. De jongste deelnemer het gaat uitvechten tegen de oudste deelnemer. De jong tegen oud kan het mooier zijn. De young versus old, that's what we get in this final. En hij blijft heel goed doorgaan. Gaat eens go omdraaien, net zoals Patki. Dat moeten we nog even af.